Succes is niet echt alleen maar positief. In Pit gaan we op zoek naar de kern van het leven. Eén auto heeft een de andere auto niet. We pellen af en verkennen hoe Nederlanders denken over grote levensvragen. IJskast is gevuld, mijn kinderen maken het goed. Ik heb kleren aan mijn kont. En we lopen een dag mee met Michael, die in de noodopvang van het Leger des Heils werkt. Ik geloof 100% dat die mensen hier zijn net zo goed als ik. Misschien nog beter. Maar eerst, hoe denkt Nederland over grote levensthema's? We leggen het voor aan ons panel met Mark, Niek, Erwin, Nick, Tony, Sanne, Erwin en Marlon. Hoe denken zij over succes? Dat ben ik. Ik ben de definitie van succes, toch? Succes is voor mij het kunnen genieten van iets wat je bereikt hebt. Succes voor mij zijn bekers, medailles. Ik denk dat iedereen voor zichzelf bepaalt wat succes is. Maar voor mij is het denk ik als dingen lukken. Ik heb een leuke vriend, ik heb een leuke baan, ik heb veel vrienden. Ik doe wat ik wil. En ja, dat is voor mij succes. Als je je gelukkig voelt, kun je voor jezelf zeggen, ik heb succes in wat ik doe. Ik denk dat je niet moet meten aan materialistische dingen. Dat je wel moet meten aan hoe je je voelt. Die Porsche kunnen we weggooien, dat brengt het niet. Zolang alles goed gaat met je gezin, de familie, de mensen waarvan je houdt, is het tof. Als je succes hebt, kun je ook nog heel ongelukkig zijn. Hè? Ik bedoel, ja, kijk naar Michael Jackson of dat soort dingen. Dat zijn mensen die al dood zijn. Die nemen pillen. Whitney Houston heeft zichzelf ook min of meer van kant gemaakt. En die had succes. Dus dat is niet echt, succes is niet echt alleen maar positief en geweldig en fantastisch. Nee hoor, dat kan ook heel erg tegen je werken. Ben ik succesvol? Ja, ik denk het wel. Ik ben tevreden met wat ik doe. Ik ben blij. Ik ben dankbaar. En als je die op een rijtje zet, dan denk ik dat ik succesvol ben, ja. Ik heb altijd hard gewerkt. Alles wat ik heb ik zelf betaald. Ik heb mijn hand niet opengemaakt. Mijn ijskast is gevuld, mijn kinderen maken het goed. Ik heb kleren aan mijn kont. Ik ben succesvol. Ik hoef niemand wat te vragen. Ik dop mijn eigen boontjes. Ik ben hartstikke succesvol en ik ben nooit succesleeg geweest. Maar altijd succesvol. Helemaal gewild. Mooi om te zien hoe ons panel aankijkt tegen succes. En straks zijn we bij ze terug. Maar eerst gaan we op bezoek bij Michael. Michael komt op zijn 18e naar Nederland om te studeren en werkt nu bij de noodopvang van het Leger des Heils, de containerwoningen. En ik ben heel benieuwd hoe hij aankijkt tegen succes. Maak ik het lijstje even. Gaan we kijken wat er wel een matras is. Ja. Hey, Michael. Ja. Goedemorgen, welkom. Ik ben Chris. Ik ben Michael. Michael, we zijn hier in een soort containerwoning. Waar zijn we hier? We zijn nu in de Wisselweg. Dit is een noodopvang die is ontstaan tijdens de corona. De regering heeft toen gezegd, iedereen moet binnen, je mag niet meer naar je werk, alles moet van thuis, en niemand mag buiten. En alle mensen die geen huis hebben, wat moeten ze dan? Dan moeten ze nergens heen. En dus hier? Dan gewoon daar liggen, dus hel is. Die sterkt de nek uit voor mensen die niks hebben. En dan hebben ze een tijdelijke locatie hier neergezet aan de heer De Wisselweg voor die mensen om tijdelijk opvang te bidden. Het is echt tijdelijk, vandaar de containers, zou ik zeggen. Klopt. Ja. Hey, ik ben wel eens benieuwd hoe het hier uitziet. Nou, ik kan jullie even een rondleiding doen. Nou. Het is heel groot natuurlijk, maar we gaan onze best doen. Michael werkt als begeleider bij de containerwoningen in Almere. Hier wonen dak- en thuislozen die vanwege corona nergens anders terecht kunnen. Ze hebben vaak een verslaving en psychische problemen. En dit kan zijn allemaal kamers. En dan hier is ook kamers voor de deelnemers. Wij noemen ze deelnemers. Zodat ze niet een gevoel hebben van, wij zijn cliënten. Nee, deelnemers. Dan zijn we op dezelfde niveau. Ja. Het feit dat wij een soort van begeleiding voor hen mogen zijn. Ze mogen niet kleiner voelen, dat wij zo hoog zijn en zij niet. Hetzelfde niveau, gelijkwaardig. Man. We zijn allemaal schepjes van God. Dus dat behandelen we elkaar precies gelijk. Dit is een kamer van een dame. Hi. You okay? Ja, ik ben klaar. Heb je tijd?
You still feel pains from the vaccine, right? Yeah. All right. But if it's getting too worse, you let us know, okay? Okay, no problem. Yeah, you still have some fruits, right? Yeah, I... Good. If you need more, just let me know and I will bring them to you. Okay, so no. All right. Yes, thank you. Johan. Hallo. Goeiedag. Goeiedag. Alles goed? Ik ben Johan. Hoi. Ik ben Chris. Ik ben Johan. Boks. Boks. Hoi. Mogen we eens even binnenkijken? Kom maar eens even kijken bij me. Ja. Ik heb net mijn kleren allemaal ingepakt. Ja, hè? Dat doe je heel goed. We gaan maandag verhuizen van Almere Poort. En ik zit hier bijna een jaar. En dus ik heb nog wel wat spulletjes nodig natuurlijk om een beetje... Veel mensen hebben weinig bij hun. Maar ja, ik zit hier al bijna. Je zit hier al. Ik zit hier het langst van iedereen. Moet eens kijken. Box. Ik gebruikte wel altijd al medicijnen, zoals je ziet. Die liggen daar bovenop. Dat... Kijk, dat is een hele apotheek. Ja, dat is een hele apotheek vanwege een stofje wat ik niet aanmaak. En wat gebeurde er? Ik ging die medicijnen niet meer gebruiken. Ik dacht, nou, dat is wel lekker zonder, want die medicijnen word je al slaperig van. Dus ik dacht, nou, weet je wat, ik neem ze eigenlijk niet meer. En toen begon ik op allerlei dingen in mijn huis te focussen. En op een gegeven moment toen dacht ik, ik ga even opruimen. Toen zet ik mijn wasmachine bij de vullersbak, toen zet ik mijn ijzer bij de vullersbak. De volgende dag mijn stofzuiger, mijn bankstel, mijn lampen, mijn planten. Je hele huis leeg? Mijn hele huis heb ik bij de vullersbak gezet. En toen werd ik opgenomen in de psychiatrische inrichting. Toen begon ik weer heel langzaam eigen te worden. Maar het is fijn dat jij hier nu zit. Wat betekent dat voor je? Ja, dat het mijn tijd waarschijnlijk nog niet was en dat ik een nieuw begin mag maken. En hoe is het dan om hier te zijn? Maar vooral ook met hun, want hun zijn zo zorgzaam. Echt. Allemaal. Echt, nee, ik zeg het vaak, ik complimenteer ze altijd. Ja. Maar ze geven altijd met grote liefde. Ja. Krijgen we het eten wat we mogen aannemen van ze. Maar iedereen is blij geworden met jou. Dus jij gaat ontzettend goed met elkaar, ongeacht wie en wat. Nee, jij ziet een mens als een mens. En dit heb ik altijd gewaardeerd. Ja, nou, dankjewel. Ja. Dankjewel. Wie zitten hier? Ja, er zitten van allerlei lieve, goede, geweldige mensen. Sommigen hebben de baan kwijtgeraakt door omstandigheden. Ze zijn gewoon echt goede mensen. En het mooiste is dat, ik geloof 100% dat die mensen hier zijn net zo goed als ik. Misschien nog beter. Maar wat is dan het verschil tussen... Jij werkt hier, maar jij woont in een huis, je hebt een gezin. Je hebt daar... twee auto's staan. Eén auto heeft een deur. De andere auto niet. Het zijn allemaal auto's. En de auto die een deur heeft, kan zijn dat de chauffeur niet op de verkeer goed gelet heeft, waardoor dat is ontstaan. Of iemand anders heeft hem niet gezien en heeft hem daar in de probleem gebracht. En het is hetzelfde verhaal met onze mensen hier. Ze hebben of door verkeerde stap in hun leven door verkeerde vrienden of verkeerde beslissing genomen op een verkeerde moment, waardoor zijn veiligheid of zijn huis kwijtgeraakt is. En toen belandt zo iemand op straat. En toen, de daglegger dus zegt van, nee, een mens hoort niet op straat. Hoi. Hey. Hallo. Hey. Hi. Dit is ze dus. Ja. Je vrouw? Ja. Wat vind je zo bijzonder aan Michael? Dat straks, maar nu eerst verder met ons panel. Hoe denken zij over het thema succes? Ik ben niet succesvol als ik maar doorga in waan van de dag. En me verlies in allerlei onbelangrijke dingen die ik het allerbelangrijkste maak van de wereld. Ik ben niet zo succesvol in de liefde, denk ik. Denk ik. Nee, daar ben ik niet zo succesvol in. Als je het gewoon hebt over de relatie, liefde. Dat vind ik moeilijk. Ik stel vrij hoge eisen aan mezelf en daarmee misschien ook wel aan anderen. Succes, dat, als je het hebt, kost het je niks meer. Maar je moet er wel wat voor doen. Je moet wel gewoon hard werken en zo, denk ik. Tijd en energie
veel geven, daardoor soms een beetje leeg. En dan weer even tijd om op te laden. Ja. Uren werken, heel veel commitment. Ik heb jarenlang geen kerst gevierd, geen verjaardag gevierd. Ik was alleen maar aan het werken. Vandaag de dag komt er zoveel op je af, maar je kunt dat best wel terugbrengen. Denk, rustig aan. Ik denk dat dat het is. Het kost me niet zoveel. Succes kost me eigenlijk... Nee, ik doe gewoon mijn ding. En als je dat oprecht doet, dan komt het wel goed, denk ik. Wat succes mij heeft opgeleverd? Werk? Goed succes levert mij geluk op. Maar slecht succes kost mij alleen maar energie. Succes levert je heel wat op, want dan voel je je blij van binnen. En dan merk je ook dat mensen ook met je meeleven. Een goed leven. Als je succes hebt en je hebt het verdiend en gemaakt, dan moet je hiervan genieten. Meer kan het je niet opleveren. Is dit genoeg? Nee, we zijn nog niet klaar. We zijn terug bij Michael, die de lunch voor de deelnemers in de noodopvang klaarzet. Door die ramen bijkomen. Oh, dat moeten we niet hebben. Nee, nee. Anders staan wij hier voor niks, hè. Hoe is het om hier te werken, Michael? Ja, ik vind het heerlijk. Omdat ik met mensen aan de slag ben. Dus er zijn mensen echt met rugtas, hè. Mensen die onberekenbaar zijn. Ja. Die kan nu aardig zijn en de next 2 minuten is de boel is helemaal omgekeerd. Dus mensen die heel veel strijd ja, inzetten. Spreek je jezelf wel eens toe? Ja, tuurlijk. Zeg, hey, weet jij waarom je hier zo gekomen bent? Om boos te worden? Nee. Waarom ben je gekomen? Om liefde, om de liefde van God te laten zien. Dan laat ik hem maar boos worden. En als hij helemaal klaar is, dan ik ben altijd open voor een gesprek. Het is afwachten of hij wel het gesprek wil aannemen. En dan kunnen we weer dingen uitpraten. Ja. En dan weer hand in hand en dan verder gaan. Als jij hier naar kijkt, naar de mensen die hier zitten. En je kijkt door die bril van succes. Wat denk je dan? Dan ben ik trots, hè, dat ik was een mini iets van de geheel. Die heeft toegeleid aan de zoveel mensen dat wij hebben kunnen helpen. Want heel veel zijn naar eigen kamers gegaan. En anderen hebben we weer overgeplaatst naar andere locaties. Waar ze niet meer in containers, maar in een huis. Daar word je blij van. Ja, en dat doen we daar ook voor. Ja, dat is hartstikke goed. Top. Hey, eet smakelijk. Doei. Maar waarom loop jij weg dan? Dan moet je even. Hey, kijk eens. Ja. Hoe doe ik het? Uitstekend. Perfect. Je doet alsof je elke dag dit gedaan hebt. Dus we moeten even checken. Als we hebben mensen toch nodig, hè? Ja, ja, dat ja, is goed. Ja. Kunnen we morgen beginnen? Nou, per direct. Je bent nu al aan de slag. Wij zeggen gewoon welkom. Omdat elke mens is een mens. Een mens is uniek. Jij hebt honger als een paard, Johan. Ja, dat valt toch mee. Ja. Oh, krekkertjes. We gaan met hen weer in gesprek zeggen van... Jongen, we begrijpen de pijn die jij voelt. Misschien het is door jouw toedoen, door jouw vriend of niet. Maakt niet uit. De oorzaak is voor ons niet interessant. Wat interessant is dat we willen jou helpen naar een mooie toekomst. En dat we gaan niet wijzen van, ja, we willen je helpen, maar zorg dat je cv in orde is, zorg dat je dit diploma hebt, zorg dat, nee. We komen naast jou staan, want we weten dat jullie zijn niet zo geboren. En dit was ook niet de bedoeling. Nee. Dit is door iets die, ja, iedere mens heeft een rugzak. Ja. En die rugzak willen we samen even uithalen en dan de mensen weer de hoop geven. Oké, jongens, was weer heel gezellig. Okay. Mooi. Doei. Tot straks dan, hè. Nee joh, ik loop wel. Jij loopt. Oké, je weet de weg, hè. Oké, nou. Of ik ren gewoon mee. Ja, wat vind je daarvan? Heet dat zo, hè? Ja. Nou, dit is het. Yes. Hoi. Hey. Hallo. Hey. Hi. Dit is ze dus. Ja. Je vrouw. Ja. wat vind je zo bijzonder aan Michael? Nou, ik vind het heel bijzonder de manier waarop hij met mensen omgaat. Ik denk hij met zijn spontaniteit, met zijn glimlach, weet hij eigenlijk altijd het beste in mensen naar boven te halen. Ja. En hoe is hij thuis? Doet hij dat ook zo bij zijn kinderen of niet? Nou, dat hangt een beetje van de situatie af. Jij bent op je 18e vanuit Cameroen naar Nederland gekomen. Ja.
om te studeren? Ja, ik ben opgevoed door een Nederlandse echtpaar. Helaas zijn ze allebei overleden. Dus Nederland is mijn home. Cameroen is ook mijn home. Maar ik mis Cameroen sowieso altijd. Prachtig. Dit zijn typisch traditioneel kleding, hè? Uit mijn land. En, traditionele Nederlands paraplu erbij? Ja. Ja, dit, je kunt ze niet bedanken. Ja. Dus zij zijn echt een voorbeeld van mensen die, zeg maar, gedreven door de liefde van God. Mooi. Ja. Wat heb jij van hen geleerd? Nou, zij hebben mij geleerd wat een lieve papa en mama hun kinderen willen geven. Dat hebben ze mij gegeven. En dat vind ik nog bijzonder, omdat in Nederland je hebt snel mensen zeggen, zijn je biologische ouders of wat dan ook. Maar dat is voor hen niet belangrijk. Belangrijk is, hier hebben we een kind, die willen we liefde, kost wat het kost, geven. Michael, bedankt voor de dingen die je hebt verteld. Ja. Wij hebben ook nog iets voor jou. Oké. Okay. En dat is een videoboodschap. Ja. Dus ik zou zeggen... Alsjeblieft. Goedemorgen Michael. Wij zijn broers geworden en daar ben ik ontzettend blij mee. Ik vind het fantastisch dat ik jou als broer heb. Ik wil je graag dit laten zien. Wij hebben allebei een passie voor Afrika. Afrika waar het leven op een andere manier zo mooi is dan Europa. Fantastisch dat jij Afrika in je draagt. Dit is ook het kruis. Wij delen ook samen het geloof. Ik ben ontzettend blij dat wij samen het geloof delen. En met heel veel genoegen zie ik dat jij veel met je geloof doet als ouderling, maar ook met het bezorgen van maaltijden. Je bent een voorbeeld voor mij en voor heel veel mensen. Michael, ik vind het tof dat ik je mag kennen. Ik wens je een hele mooie dag. Hoi! Wauw. Ja, dit wordt iets stil, hè? Ik ben gewoon heel blij om dit van hem te horen. En door omstandigheden... Ja, we hebben elkaar langer niet gezien door corona en door papa en mama niet meer weg zijn. Maar dit doet mij heel veel gewoon, omdat ik maak hem echt zoveel. Ja. Zo, dat was een inspirerende dag met Michael. Wil je nou meer weten over geloof en zingeving of over het werk van het Leger des Heils? Ga dan naar legerdeshels.nl/bid.